Ook het treinverkeer, kijker, heeft zijn eigen verkeersreglement. Dat is nodig, want een trein is een bewegend voertuig tussen vaste punten, tussen twee stations. In normale omstandigheden heeft u alleen oog voor die rijdende trein. Maar die rijdende trein is nooit alleen. Want op vaste punten langs de reisweg zijn er een hele reeks mensen met die trein begaan. Zij leiden en begeleiden die trein naar een veilige aankomst. Ze bedienen zich daarbij van communicatiemiddelen, borden, signalen, telefoons, radiotelefoons. Voor de bestuurder betekent dat veilig rijden, rijden volgens de regels van het spel. Er moet dan een hele reeks voorwaarden vervuld zijn voor een trein kan rijden. De bestuurder moet vooraf zijn werkfiche ophalen. Daar staat de uurregeling van de trein in. En hij moet orderboeken raadplegen. Daar staan alle onregelmatigheden in, werken bijvoorbeeld, die hij op de lijn die hij gaat berijden kan ontmoeten. En hij moet dat niet alleen raadplegen, hij moet ook noteren wat hij geraadpleegd heeft. En hij moet dat bevestigen met zijn handtekening. Er wordt ook een werkschema opgemaakt en dat vult hij naarmate hij bepaalde dingen doet verder aan. De bestuurder heeft in dit geval bijvoorbeeld het treinstel waarmee hij van Oostende naar Antwerpen gaat rijden reeds aan het perron gebracht. Het is klaar voor de remproeven. Een treinstel heeft normaal drie soorten remmen. Een elektrische rem, een automatische rem en een bedrijfsrem. Elk van die drie remsystemen wordt voor elke nieuwe reis volledig uitgeprobeerd. Die automatische rem bijvoorbeeld zorgt ervoor dat wanneer bij een ongeval door een defect wagons zouden loskomen van de locomotief, elk van die wagons door dat remsysteem automatisch tot stilstand komen. De bedrijfsrem is het remsysteem waarbij men afremt bij het naderen van een bocht, bij het binnenrijden van een station. Pas nadat elk van deze drie remsystemen uitvoerig en grondig zijn gecontroleerd, kan de reis beginnen. En dan gaat de bestuurder zijn treinstel rijvaardig reisklaar maken. Onder meer door de remcilinders terug op de normale werkdruk te brengen. Dat blijkt dan uit indicatoren aan de zijkant van de wagens. En dan is het wachten op een dubbel vertreksein. Op dit sein, bediend door de treinwachter, en op dit sein, bediend door het seinhuis. Rood betekent, zoals overal en altijd in het verkeer, stop. Er zijn ook andere kleuren. Dubbel geel betekent, de trein mag rijden, maar het volgende sein is een stopsein. Bereid u dus voor, bestuurder, op vertragen. Groen betekent, het volgende sein is ook vrij en u kan doorrijden. Voorlopig is het sein voor ons nog rood. Langs het perron staat een zeshoekig sein. Dat wordt bediend door de treinwachter. Als alle passagiers ingestapt zijn, geeft hij dit rode sein. En dan heeft hij zelf nog 7 seconden de tijd om in te stappen en ook zijn laatste deur te sluiten. Als het andere sein dan groen is of dubbel geel, mag de trein vertrekken.
En het was groen. En we vertrekken eerst met matige snelheid. Want we moeten eerst nog door het wisselcomplex bij het buitenrijden van het station. Geleidelijk aan wordt de snelheid opgedreven, maar ze blijft nog matig. Omdat er in het spoor nog een reeks bochten gaan komen. En een bocht wordt in de spoorweg nooit met volle snelheid bereden. Die snelheid wordt aangeduid met driehoekige seinen. Dit bord, geel met 9, betekent vanaf deze plaats mag de bestuurder rijden met een snelheid die ten hoogste 90 km per uur bedraagt. En we blijven groen licht krijgen en zoals u merkt, bij de spoorwegen wordt links gereden en staan de seinen die op dit spoor betrekking hebben, dus ook langs de linkerkant van het spoor. Intussen bereiken we wat men noemt de referentie of de referte-snelheid van de lijn. En die is hoger dan u wellicht denkt. Voor de beste lijnen in het spoorwegnet bedraagt die tussen 120 en 140 kilometer per uur. Bij het naderen van het station gaat men vertragen. We zijn bijna in Brugge. Dat was nodig, want bij het binnenrijden van Brugge hebben we een rood sein. Wij moeten namelijk wachten op een trein die het station van Brugge verlaat. En dat doet via hetzelfde wisselcomplex, waardoor wij het perron waar de nieuwe reizigers staan moeten bereiken. Pas wanneer deze trein het wisselcomplex verlaten heeft, zullen we groen of dubbelgeel krijgen. En nu is voor deze trein de weg vrij. Dat betekent alle wissels zijn zodanig aangelegd en vergrendeld dat wij zonder problemen, maar ook zonder andere mogelijkheden, terechtkomen op het perron waar deze trein verwacht wordt. Van zodra de wissels in deze combinatie zijn aangelegd, kan men daaraan niets meer veranderen voor de trein werkelijk over deze wissels gereden heeft. Pas dan kan men ze opnieuw bedienen. Dit is Brugge. En ook hier zal de vertrekprocedure exact gelijk zijn zoals die in Oostende was. Wachten enerzijds op groen licht, anderzijds wachten op het teken van de seinwachter. Pas als de zeshoek brandt, mag de trein vertrekken.
volgende station waar de trein stopt is Gent-Sint-Pieters. Dat heeft tot gevolg dat de trein nu, zo gauw hij Brugge verlaten heeft, vrij snel op zijn refertesnelheid van 140 km per uur komt en die snelheid volhoudt tot bij het naderen van het station in Gent. Hij kan dat doen omdat hij voortdurend ofwel steeds groene seinen krijgt ofwel dubbelgele seinen krijgt. In elk geval vrije baan. Dat verandert bij dit sein bij het binnenrijden van Gent-Sint-Pieters. Een groene en een gele lamp horizontaal naast elkaar. Dat betekent, u mag dit sein voorbijrijden, maar met matige snelheid. Daar kunnen meerdere redenen voor zijn. Bijvoorbeeld, het volgende sein staat zeer kort bij en is niet groen, legt dus een snelheidsbeperking op. Een andere reden kan zijn, u nadert een station en bij het binnenrijden van dat station zijn er nogal ingewikkelde uitwijkmanoeuvres te verwachten. Die doet u best met matige snelheid. Het eerstvolgende sein staat dubbel geel. Dat betekent, de volgende sectie is vrij, maar de daaropvolgende sectie is afgesloten. Dat betekent dus ook, vanaf nu moet u rekening houden met een snelheidsvermindering. In dit geval is die snelheidsvermindering ook aangegeven op het sein zelf. Onder de twee gele lampen is een extra bord aangebracht. Op dat extra bord staat in dit geval het cijfer 4, dat betekent maximumsnelheid vanaf deze plaats 40 km per uur. Tussen de sporen ligt wat men in de spoorwegtaal een krokodil noemt. Dat is een toestel waarmee verbinding kan gemaakt worden tussen het sein en de apparatuur in de bestuurderspost van het treinstel. Wanneer de bestuurder een dergelijk dubbelgeel sein voorbijrijdt, moet hij op een knop drukken. Daardoor wordt en het feit van het dubbelgeel sein en het feit dat hij dat gemerkt heeft vastgelegd op een tachograaf. Dat is een toestel dat snelheden en allerhande aanvullende informatie vastlegt. U heeft ook al een paar keer een fluittoon gehoord. Ook daarop moet de bestuurder telkens reageren. Om de minuut, van zo gauw hij die fluittoon hoort, moet hij een pedaal indrukken. Doet hij dat niet, dan komt de trein automatisch tot stilstand. Want dan houdt men rekening met de mogelijkheid dat er met de bestuurder intussen iets gebeurd is. Dit is Gent-Sint-Pieters. En hier verlaten we even de trein. Want Gent-Sint-Pieters is een belangrijk knooppunt, ook een belangrijk centrum voor het spoorwegverkeer. In Gent-Sint-Pieters vindt men de centrale dispatching, dat is de centrale verkeersleiding voor de lijnen 50A en 59, waarop wij nu rijden, maar ook alle andere lijnen die in Gent samenkomen. De verkeersleider heeft grote tabellen met de hele reisweg in een verticale kolom. En de uren, de tijd, op een horizontale lijn. En al de schuine lijnen die u daartussen ziet, stellen treinen voor. Die moeten op een bepaald moment, tijd, in een bepaald station, aankomen, wachten of vertrekken. Zoals het op deze tabel staat, zou het moeten. En wat deze verkeersleider nu doet, is
de realiteit noteren. Dat wil zeggen, de meeste treinen zijn op tijd, maar sommige hebben vertraging. Vanuit elk station krijgt hij, telkens wanneer daar een trein aankomt of vertrekt, informatie. En hij kan ook stations oproepen. Het is ook deze man die in bepaalde omstandigheden extra treinen, die er zomaar tussenin komen, tussen al die vele geplande treinen door moet laten rijden. Die als het ware de gaatjes in het schema moet vinden om extra treinen toch een reis weg te geven. Brussel-Zuid van Brugge. MA 693. Vanuit deze dispatching kan men bijvoorbeeld een omnibustrein in een station even op een zijspoor zetten om een sneltrein met vertraging toch te laten voorgaan. Wij gaan nu rond Gent een aantal andere lijnen op. En de bestuurder merkt dat, want links, treinverkeer rijdt links, links van de lijn krijgt hij een bord 50E. Wij verlaten dus nu de voorgaande lijn en gaan nu, na deze wissel, onherroepelijk lijn 50E op. En we mogen dat doen met 80 km per uur maximum. En omdat Gent zo'n druk knooppunt van verschillende spoorlijnen is, krijgen we al even verder weer een ander stukje spoorlijn. 58-1, telkens zeshoekige borden. En zo gaan we verder de bocht door naar Gentbrugge toe. En ook dat weet de treinbestuurder, want even voorbij de bocht vindt hij een aanvullende aanduiding, een blauw bord met GEN daarop. En dat is in spoorwegtaal een even duidelijke aanduiding als op een wegenkaart. We zijn hier in Gentbrugge. Dergelijke borden vindt men langsheen het hele traject. Afkortingen van de gemeentenamen waar men voorbij komt. Met behulp van snelheidsborden krijgt de bestuurder weer opdracht om te vertragen. Want men nadert nu het station van Gent-Dampoort. En ook hier blijven we iets langer. Want bij dit station Dampoort hoort een belangrijk seinhuis, Gent-Zeehaven. Spoorwegen mag men evenmin als start- en landingsbanen op een vliegveld zomaar zonder toelating oversteken. Mag ik de spoorovergang bereiden naar blok 9? Ja, dat is toestaan. En dit is het seinhuis, blok 9. Met een groot bord waarop het hele complex Gent-Zeehaven te zien is. Rechts ziet u een reisweg die aangelegd is. Dat zijn de gele lampen. En telkens wanneer die naar rood verkleuren, betekent dat dat daar een trein rijdt. Bovenaan ziet u een rangeerstation. Ook daar, waar een rode lijn staat, staat een trein op dat spoor. Daardoor heeft de verkeersleiding in dit seinhuis een vrij duidelijk overzicht over wat er in het gehele station gebeurt.
Elke spoorlijn is onderverdeeld in secties. Wanneer die rood is, betekent dat op die sectie rijdt een trein. En die is nu naar een andere sectie doorgereden. Dit is het station van Gent-Dampoort. Bij de perrons staat een trein bij de letters HY. En u ziet aan het sein daaronder dat die groen licht gekregen heeft. De gele lijn die verder naar links verloopt, betekent de reisweg is klaar en aangelegd. De trein is nu vertrokken. Bevindt zich nu in het wisselcomplex. En heeft achter zich het sein terug op rood gezet. Hij is nu doorgereden doorheen het wisselcomplex, heeft dit nu verlaten en ook daar het sein op rood gebracht. Dit is het rangeerstation. De gele lijn duidt aan dat er een reisweg is aangelegd. Dat wil zeggen, alle wissels zijn in de goede positie gebracht. Rood betekent, op die lijn is nu een trein vertrokken. Als alles zwart is op zo'n bord, betekent dat er is geen reisweg aangelegd. Een gele lijn betekent, de wissels zijn in de goede stand gebracht. Dat gebeurt met een druk op een knop. En men kan op een bord ook controleren dat de wissel in beweging is en naar de andere stand overgegaan is. Pas dan wordt de signalisatie in functie van die wisselstand in orde gebracht en vergrendeld. De reisweg is aangelegd, groen licht, de trein meldt zich aan, de reisweg wordt rood, de verdere reisweg ligt klaar, want brandgeel, de trein rijdt in de volgende sectie en brengt het systeem terug op rood. Dit is een pedaal, een toestel dat een contact sluit wanneer een trein over dit spoor rijdt. Daardoor weet men in het seinhuis, op dat spoor staat of rijdt een trein. En dit is een wissel. En die heeft eigenlijk drie bedieningselementen. Eén grote staaf dient om de wissel te verleggen. Daarnaast zijn er twee kleinere staven die dienen om de stand van de wissel te controleren. Elk van die beide staven is verbonden met elk van de wisseltongen en voelt als het ware of die wisseltongen in de goede stand liggen. Als dat zo is, wordt de overvloede met een haak de wissel vergrendeld. En dat ziet men op het controlebord. Opgelet spoor 2. De IC-trein naar Roosendaal van 11 uur 35 is in aantocht naar het spoor 2. Deze trein stopt in Lokeren, Sint-Niklaas, Berchem en Antwerpen. Van zo gauw de trein het station Gent-Dampoort verlaat, komt hij vrij snel weer op zijn referte snelheid in de buurt van 140 km per uur. En ook dat schept problemen, niet zozeer voor de trein, maar wel op al die punten waar het treinverkeer in contact komt of kan komen met het andere wegverkeer. Bij dergelijke snelheden worden overwegen wel zeer belangrijk. Dat is des te meer zo, omdat overwegen steeds meer onbemand werken. Wanneer dit gebeurt, dan is de trein nog iets meer dan een kilometer van deze overweg verwijderd. Maar hij rijdt met 140 km per uur snelheid. Op die kilometer afstand
ligt er een detectietoestel bij het spoor. En het is dit toestel dat het sein op rood brengt. Dan sluit de slagboom van de overweg en ondertussen komt de trein met diezelfde 140 km per uur in seconden tot bij u. En dit toestel voelt wanneer de trein over de spoorweg is en opent de slagboom opnieuw. En pas dan is het weer veilig. Intussen zijn we bij Berchem gestopt en gaan we naar Antwerpen Centraal toe. Met een speciaal sein, oranje en groen verticaal. Dat betekent met zeer matige snelheid rijden. Als het ware als een rangeerbeweging. Rijden op zicht. Dat is nodig bij het binnenrijden van Antwerpen Centraal, omwille van het toch wel heel drukke treinverkeer op de spitsuren en op die plaats. Toch blijven nog altijd seinen langs de weg, dubbel geel. U mag voorbij, maar met matige snelheid. Met nog een laatste wisselcomplex om bij het goede perron uit te komen. Antwerpen Centraal. Ook bij het treinverkeer geldt dat dit maar veilig kan verlopen wanneer er een voortdurende samenwerking is, een voortdurend samenspel tussen de treinbestuurder in zijn bewegende trein enerzijds en een hele reeks andere mensen die die trein begeleiden en met die trein begaan zijn op vele vaste punten langs heen de reisweg. Ook daarom is het treinverkeer een van de veiligste verkeersvormen.